Waar staan wij? Bij het Praathuis, hier zo aan de overkant. En weet je wie ik zie? Ja, fotocamera. Nee, ik zie Jan Smit voorbij varen. Maar ja, nou, joh. Nee, is echt waar, daar staat hij. Alleen hij is niet hij echt. Hij is geplakt. Hij is geplakt op een Cruise Volendam Marken expressboot. Welkom in Volendam. Eindelijk. Dus, wij staan in Volendam. Leuk, hè? We hebben nog een aardig programma hebben we opgeschreven. Nou, we hebben een heel zwaar programma. Ja. En we hebben twee camera personen meegenomen. Ja. En die lopen de hele dag stolk al hier zo. Ja, ik lopen de mensen de foto's van ons te maken. Dus die komen straks op de site. Wat heb jij met Volendam? Nou ja, vis. Vis? Ja. Alleen vis? Nee, dat gaan we ook maar nog als doen. Maar als jij het woord Volendam hoort, wat denk je dan aan? Ja, Jan Smit, Kees Tol, Jan Keizer, BZN. Okay. De Cats ook. Ja. Dat is wel leuk. En daar ben ik wel mee opgegroeid met die muziek. Maar ben je, wel eens hier zo in Volendam geweest? Ja, ja. Met mijn vrouw, een aantal keer, met taxi ook. Een taxi? Met werk, ja. Ik ben ook geweest. Wat leuk. En jij? Ik ben met mijn ouders wel eens geweest, ja. We hebben een foto gemaakt. Mm-hmm. Zo'n foto die we toch niet ook hier gaan maken. Dat gaan we ook nog doen, maar dat komt hierna. Maar die moeten we wel even posten. Ja, ik kan me nog herinneren met zo'n foto die we gedaan hadden en zo. En dat het ook heel druk was. Ik vind het eigenlijk nu, als ik zo om me heen kijk, het is ik vind het niet echt druk. Het is niet druk? Nee, het is lekker weer. Het is aardig al mensen nog op de dijk. Maar we gaan zo even kijken. Hey, en voor de rest? Volendam. Volendam, de vrolijkheid die we nu zien. En ja, we hadden het net in de auto toen we hier naartoe reden, moeten we het benoemen. Ja, er is hier toch ook iets gebeurd wat ik denk in het Nederlands geheugen toch ook wel hetzelfde als je iets met vuurwerk zet. De vuurwerkramp is hier bij het hemeltje natuurlijk gebeurd. Heel verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Ja, en ik vind... Later heb ik nog wel eens programma's gezien van mensen die daar ontsnapt zijn. Nou, die Volendammers, die hebben daar natuurlijk een apart programma van gemaakt. Ja, om te laten zien achter de schermen. Van hoe die mensen nou eigenlijk verder zijn gegaan met je. En daar heb ik wel diep respect voor. Ja, nee, dat is echt mooi. Want, en als je eigenlijk moet denken, zullen wij hetzelfde ook gedaan hebben? Want je moet door op een gegeven moment. Ja, je moet door. Dat is de kracht van mensen, vind ik altijd. We hebben een tijdje niet over Oekraïne gehad, maar hetzelfde met Oekraïne. Die mensen die hebben daar zoiets, die geven het op. En wat doen die dan? Die gaan gewoon hier naartoe. Ja. Maar die gaan hier verder. Want je kan twee dingen doen in het leven. Stoppen. Of doorgaan en heel veel mensen gaan toch gewoon door. Absoluut. Er zijn mensen die stoppen, maar dat is de kracht, denk ik, altijd van de mens om door te gaan. Ja. Wat wij eigenlijk ook doen. Maar, wat wij hebben dat eigenlijk ook gehad. We hebben ook aandacht wat niet zulke zware crisis zoals hier in Volendam en de vuurwerkrampen in Oekraïne. Maar we hebben ook wat. Iedereen heeft zijn eigen crisis en wat is een keuze die wij gemaakt hebben: stoppen of doorgaan. Ja, inderdaad. Maar toch weer even terug te komen, de nuchtigheid van die mensen. Kijk, je bent natuurlijk wel hier wonen aardig wat bekende BN'ers. Heel veel. En als je die mensen zijn ook gewoon, die leven ook de leven en die kan je ook hier tegenkomen en die lopen ook gewoon. Ga je daar naartoe? Als je nu Jan Smit zou. Nee, absoluut niet. Ik denk dat Jan Smit zelf wel nieuwsgierig dat hij naar ons zou komen. Zeg maar, wat zijn jullie aan het doen? Nou, dat mag. Nee, maar zo, dat is de nuchtigheid van die Volendammers. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat moet. Dat zijn wij eigenlijk ook in Schiedam. Wij zijn ook van die nuchtere allemaal. Ja, en wij hebben ook weer, we hebben iets nieuws. Ja, we zaten net koffie te drinken en we waren een foldertje aan het neerzetten bij de koffie. Ja, en toen, ik niet. Ja, ik. En onze PR-ploeg. En wij hebben onze PR-bedrijf bij ons. En er waren al mensen die komen uit. We zitten hier in Volendam en die kwamen uit Rotterdam. En in Spijkenisse. Ja, in Spijkenisse hebben we een afspraak, wordt er gemaakt straks. Als ik een telefoontje krijg, gaan we naar met honden? Gaan we... Ja, nou, we gaan een uitzending maken speciaal voor Steffens. Ja, dat is wel grappig. Dus we zitten in Volendam. Die worden wel negatief neergezet, maar dan het was eigenlijk de vraag en eigenlijk de roeping naar ons. Ja. Zouden jullie daar een positief, een leuk dingetje van kunnen maken? Nou, dat doen wij. Maar het is wel grappig, we zijn in Volendam. We zouden hier heel druk zijn over de haring en over de paling. En dan zitten we nu over Steffens te praten. Ja. Typisch, hè? Nee, maar ja, goed, dat moet ook benoemd worden dan. Nee, maar ik bedoel hoe leuk dat kan gaan gewoon, hoe de wereld loopt. Bizar. Hey, goed. Ja. We hebben nog een aantal wat op de planning is. Ach, jongens. We gaan stoppen. We hebben nog een wandeltour. Ja. Er komen
Dus voor de liefhebbers, dit wordt denk ik gewoon... Ik denk dat ik nachtwerk gaat worden dat ik elke dag een filmpje moet gaan posten. Dit wordt in ieder geval take 1. Take 2, de palingkostuum komt dadelijk, hè? Ja? Die kunnen we ook overslaan. Nee, die gaan we niet overslaan. Ja, die slaan we gewoon ook. Nou, dus, ik zou zeggen, straks in het palingkostuum. Het was gezellig. Helemaal goed, ik ben er blij mee.